De kerstviering voor de senioren, die de First Lady elk jaar organiseert, is vanmorgen gehouden in de achtertuin van het Presidentieel Paleis. Het evenement wordt al langer dan 9 jaar georganiseerd. Naast de senioren en hun begeleiders waren er ook hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. First Lady Ingrid Boutersen zei dat er meer dan 1000 mensen waren uitgenodigd. Ze was enorm blij met zoveel gasten. Het kerstfeest wordt elk jaar op een traditioneel Surinaamse manier ingeluid, zegt de First Lady. Meer nog vanwege de diepe geestelijke betekenis voor ons. Het is daarom niet ongebruikelijk om aan te vangen met een tekst van degene die centraal staat tijdens kerst. En dat is Jezus. Jesaja 9 vers 5 herinnert ons aan het volgende. Want een kind is geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. De lessen die de vredevorst ons leert zijn fundamenteel voor ons leven. Mede gelet op het feit dat wij verwachten dat de jongere generatie opgroeit met deze lessen van de zoon die ons is gegeven. De First Lady gaf aan dat het onze verantwoordelijkheid is om het goede nieuws niet alleen met de mond te beleiden, maar ook in onze daden te weergeven. Het is prijzenswaardig dat u als senioren burger ons bent voorgegaan in een aantal zaken, zei de First Lady. U heeft een solide fundament gelegd waarop verder gebouwd kan worden. Daarom is het geen cliché om te erkennen dat de lobby bigisma libun exempre na baka di de yongwang. En natuurlijk u yongwang aku toevallig deed. We kunnen ons ogen niet sluiten voor wat zich voltrekt in de wereld. Meer nog vanwege het feit dat wij niet bespaard zijn van invloeden van buiten, hetzij negatief of positief. Laten wij elkaar blijven herinneren dat wij met zijn allen kunnen en moeten leven in vrede om de zegen van het land in grotere mate tastbaar te maken voor elkaar en voor anderen. Vredestichters zijn gezegend. Hetgeen dat zegen is voor het land. Tot zover First Lady Ingrid Boutersen Waaldering. Ze sprak vanmorgen bij de jaarlijkse kerstviering voor de senioren. De viering is gehouden in de achtertuin van het Presidentieel Paleis.